Oost-Holland Sport, nabeschouwing. En aan de lijn Wijnand Wendt, hij is trainer van DHV Dames 1. Goedemiddag Wijnand. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Ja, jij moet een blij man zijn, want je hebt de punten meegenomen uit Weesp. Ja, dat ben ik zeker. En nog mooier voor ons is dat we ook direct veilig zijn. Dus dat is nog belangrijk, kijk, vind ik nog. Dat is dan nog mooier, inderdaad. Maar goed, daarvoor moest je dus ook winnen. En dat heb je gedaan. Zeker, ja. Ja, neem ons eens mee in de wedstrijd. Hoe is dat allemaal gegaan daar in Weesp? Ja, nee, we kwamen wat moeizaam op gang. Eerste kwart speelde toch een beetje onder ons niveau. En misschien toch wel een beetje spanning in de wedstrijd. En dat resulteerde eigenlijk dat we in de tweede helft of tweede kwart begon, dat we er eigenlijk wel beter in kwamen daarna. Kreeg helaas wel de 1-0 tegen. Mm-hmm. En daarna kregen we het eigenlijk steeds meer onder controle. En toen gingen we ook wat makkelijker spelen als ploeg. En dat uiteindelijk resulteerde dat eigenlijk de tweede helft dat we nog beter speelden. Ja, dat we eigenlijk gewoon doordrukten en uiteindelijk 3-1 winnen. Ja, want die doelpunten van jullie, welke kwarts vielen die? Die vielen in het tweede kwart, derde en vierde. Een beetje gelijk, mooi verdeeld. Gelijk verdeeld, ja. Ja. En daarna eigenlijk niet meer in gevaar geweest? Nee. Ja, af en toe onszelf een beetje moeilijk maken, maar wel gewoon de wedstrijd wel onder controle hebben. Nou, gelukkig maar. Je geeft ook aan dat je hiermee veilig hebt gespeeld. Hoe zit precies die promotie-degradatieregeling in elkaar in die eerste klasse? Nummers 1, er zijn vier eerste klassen. Dus de nummer 1 die promoveren rechtstreeks. Mm-hmm. Nummer 2 die gaat voor de play-offs. En de laatste, zeg maar nummer 11 en 12, die degraderen. Oké, okay, dus okay. En als je nu naar de stand kijkt, inderdaad, dan heb je inderdaad wel veilig gespeeld. Je staat nu op een 8e plek met 23 punten uit 19 wedstrijden. Het is nog niet helemaal afgelopen natuurlijk, hè, want je speelt volgens mij 22 wedstrijden. Die plek waar je nou staat, Wijnand, is dat een plek waar je tevreden mee zou zijn als morgen de competitie eindigt? Nee. Ik zou niet tevreden mee zijn. Ik denk dat we het wel goed hebben gedaan, maar voor ons doen hebben we net iets te veel steken laten liggen. En dat was misschien een beetje nog de onervarenheid in de ploeg. Want hier zit zoveel meer in deze ploeg wat we er echt kunnen uithalen. Mm-hmm. Maar wat ik in het begin van het seizoen ook zei, het is echt een leerjaar voor ons. En ik hoop dat we gewoon volgend jaar daar de vruchten van gaan plukken. Ja, dat is ook wel lekker. Want als je na zo'n jaar dan gelijk degradeert, dan moet je soms ook wel eens een beetje opnieuw beginnen. Ja, nee, ik denk dat het voor een hele mooie leerschool is dit. En we hebben nog 3 spannende potjes. En ik heb wel tegen de meiden gezegd, oké, we zijn nu veilig. Maar we gaan er nu nog wel even voor dat we even goed die 9 punten kunnen pakken misschien nog wel. Ja, zeker. Want op 12 mei dan staat VVV voor de deur. Dat is de volgende uitdaging. Die staat 6e, dus die staat redelijk dicht bij je. Want als je 3 punten. Als je zou winnen van ze, dan kom je er vlakbij. Ja. Dus dat gaat spannend worden. Dus we hebben nog wat goed te maken op VVV naar de pot daar. Daar verloren we helaas 2-1. Doordat we eigenlijk wel heel goed speelden toen. Dus we hebben een mooi vooruitzicht, vind ik. Wat is trouwens het grootste verschil wat jij ziet tussen de ploeg nu en als je het vergelijkt met het begin van het seizoen? Meer team geworden. In het begin waren we een beetje zoeken. Natuurlijk een hele nieuwe groep. Een jonge groep ook. En je ziet dat die groep eigenlijk na de winterstop eigenlijk voornamelijk echt wel veel meer naar elkaar toe is gekomen. Er is veel meer rust gekomen in de groep. En we maken doelpunten nu. En dat maakt in de eerste helft van het seizoen deden we dat te weinig. En dat maken we nu gewoon veel makkelijker. Dat scheelt ook. En zie je ook individueel ook dat de spelers gestegen zijn in hun kwaliteiten? Ja, of is het echt het grootste geheel toch wel dus echt wel behaald door het teamgevoel? Nou, sowieso individueel maken we stappen, maar als team maken we ook echt gewoon goede stappen. En het blijft een jonge groep, dus we hebben nog wel een beetje af en toe de pieken en dalen. Maar er zijn dit jaar nu meer pieken dan dalen, dus dat is wel het mooie. Ja, dat is leuk. Nee, leuk om te horen gewoon, want je hebt gewoon een team in groei, Wijnand. Ja, absoluut, absoluut. En er zit gewoon echt veel potentie in. En ik denk als wij net zo hockeyen in de eerste helft van het seizoen als we nu hockeyen, ja, dan hadden we echt wel voor plek 4 mee kunnen doen, misschien wel meer. Maar dat is ook een beetje te afdwingen uiteindelijk. En dat zit er voor komend seizoen absoluut in. Wij kunnen veel meer dan wat we nu laten zien. Maar als je dit inderdaad zo doortrekt, inderdaad, hè, die stijgende lijn, ook volgend jaar helemaal door het hele seizoen ook weer heen. Kun je dan meegenomen op de prijzen, denk je? Ik zou het graag willen. En het zou aan de groepen zijn of we dat kunnen gaan halen. En ook aan mij uiteraard. En de rest van de staf natuurlijk die we daarvoor nodig hebben. En laten we gewoon kijken wat we volgend jaar voor groepen hebben staan weer. Er stoppen een paar
Er komt misschien weer wat nieuws bij, dus ja, we gaan het volgend jaar zien. Maar als de kern van de groep intact blijft, ik zou niet weten waarom het niet mogelijk is. Maar dat is nog niet duidelijk, zeg maar, hoe het team er volgend jaar uit gaat zien? Ja, dus ik weet, onze keepster Sofie Oosterwegel, die stopt sowieso. Ik hoop dat onze tweede keepster nu, Lotte Drosten, gewoon de stap maakt naar het eerste. En voor de rest moeten we nog even kijken hoe het verder gaat. Maar de groep blijft voor het grotendeels in ieder geval wel intact. Dus dat is wel positief. Ja, dat is een goed teken. Nou moest je vanochtend al best wel vroeg vertrekken. Hè? Want je moet naar Weesp. Je speelt rond de klok van 12:30 ongeveer. En heb je dan ook aan je spelers wat meegegeven met zo'n Koningsdag? Ja, we maken het niet te gek. Doe maar Koningsnacht, dan mag je nog doen wat je doet. Maar denk voor de zaterdag even na. Drink even wat extra water in plaats van de alcoholversnipperingen. Mm-hmm. Maar volgens mij hebben de dames zich keurig gedragen. En misschien dat ze daardoor ietsje moeizamer op gang kwamen in het eerste kwart. Ja, maar daarna hebben ze keurig voor gestreden. Dus ik denk dat we er wel, ze hebben het goed gedaan. Nee, maar daar begint het wel vaak mee. Hè? Dat als je echt voor het resultaat gaat, dan doe je het inderdaad een beetje kalm aan op de avond ervoor. Omdat je weet van het is een korte nacht, we moeten een lange reis maken. En dan eigenlijk vier keer een kwartje knallen. Hè? Daar begint het wel mee. Dus, maar het is mooi dat je spreekt toch een bepaalde balans uit, zeg maar, hè, voor je team. Het is niet zo dat je niks mag, maar je moet er wel een beetje rekening mee houden, omdat je in het eerste speelt. Ja, en dan kijk je, doet het jezelf anders aan als je op zondag dan de punten daardoor kan verliezen. Mm-hmm. En ik denk dat ze hebben een goed feestje volgens mij gevierd met z'n allen. En vandaag kunnen we een dubbel feest vieren, dus alleen maar mooi dan lijkt mij. Ja, mooi vertrekpunt om in de komende weken nog een paar mooie resultaten neer te zetten. En ja, en je kan zomaar derde of vierde, vier of vijfde worden, hè? Dat zit zeker erin. Ik heb ook tegen die meiden gezegd, ik zeg er moedig over gaan. We hebben nog 3 potjes, 9 punten. Ik zeg, als ze die 9 punten pakken, worden we vierde. Kijk aan. En of het zo is, dat zullen we dan wel zien. Nou, ik ben benieuwd, Wijnand. We gaan het zien en meemaken. Dankjewel voor nu. Zeker. En goede reis nog terug. Ja, dankjewel. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké, okay, hoi. Jo, hoi.